Oeh, deze grotten zien er nu echt heel vet uit. En die Shinx daar. Oeh. En Tipik. Ah, superleuk. Komen jullie nu allemaal één voor één hier uit de grotten. Torchic daar. Oh, dit is wel leuk. Yo, Nintendo fans. Welkom bij een nieuwe Pokémon Snap video. Er is een nieuwe update. En we gaan vandaag naar de Barren Badlands. Want wij zijn ook die bad gangsters. Je weet zelf. Baddies in the Badlands. Oké, laten we maar gewoon gaan. Als je dit een leuke video vindt, dan weet je wat je moet doen. Duimpje omhoog en niet vergeten te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En aangezien we naar de Badlands gaan, ben ik benieuwd. Wat vind jij nou de meest badass Pokémon die er is? Welke Pokémon is de meest badass van ze allemaal? Ik denk Diglett. We hebben Tepig hier zo. Of Tepig. Of, het is best nog wel lastig om een Diglett op de foto te krijgen. Want die gaan de hele tijd weg, joh. Die gekke diggly-diggies. What up, Tepig? Ook een nieuwe Pokémon. Superleuk wel. Hé, hey, daarachter. Wow, Crustle. Een van mijn favorieten in Pokémon Unite. Alhoewel, ik speel niet zo heel vaak met hem. Maar ik vind hem gewoon cool eruit zien op zich, Crustle. Yo, Mandibusjes zijn natuurlijk weer van de partij zoals altijd. Wow, wat gebeurt er hier? Er gebeurt hier iets. Ik weet niet wat hier gebeurt, maar er gebeurt wel een hele hoop. Ik zie voor de rest eigenlijk niks. Dit is een flink steentje, jongen. Een unstoppable rock. It looks like it might fall off. Oftewel, iemand kan deze steen in dat water gaan droppen. Maar wie? Torchic! Jij! Oh, wow, wow, wow. Wacht even. Ja, hoe moet ik dit doen dan? Hoe moet ik dit doen? Moet ik iets scannen? Wat? Oh, wacht. Christenbloem. Ik heb heel die Christenbloem gemist. Ik heb heel die Christenbloem gemist. Oké, Christenbloem is aan. Dan gebeurt daar iets. Ik mis het helemaal nu. Wie dat doet? Wie heeft dit gedaan? Iemand heeft dit gedaan. Maar ik was precies achter die steen daar. Kan hier dan ook weer een steen in of zo? Yo, wat moeten we hier allemaal gaan doen, jongen? Ik ben helemaal niet bezig meer met Pokémon fotograferen, joh. Oké, nou, doei iedereen van gebied 1. We gaan nu naar gebied 2. Hallo, Tepig. Ja, je bent wel een leuk Pokémonnetje, hoor. Yo, Koffing. En daar is Swalot. What up, giftige Koffing. Vliegen hier ook nog allemaal Pokémon. Daarboven is Torchic met Luxio. Of Shinx was het natuurlijk. Daarachterin is ook weer een Christenbloempie. Kan ik die... Ja, die kan ik aanzetten. Kan ook iets scannen hier. Dat is deze plant. Chemicals from the poison swamp have crystallized over many long years. Maar er gebeurt niks als ik deze Christenbloem aanzet. Daarboven is ook nog iets. Strong poisonous gas and liquid spilling out from a huge boulder. Wat moet ik allemaal scannen hier, joh? Dit zijn freaking grote puzzels in deze map. Heftig. The hole spouts noxious poison gas. Juist. Oké. Okay. Cool. En daar is ook nog wat. Something must have landed here from this large crater. Ja, dat is een minier, denk ik, of zo. Ik heb niet heel veel gedaan. Ik zit mijn ogen uit te kijken in dit gebiedje. Yo, Lycanroc. Word jij boos als ik een appel op je hoofd gooi? Ja, hè? Ja, oh nee, je begint te lachen. Nou, hier, dan mag je ook nog even gaan glimmen. What up, Diglett? Diglett, wil jij een appel? Nee? Je wil geen appel? Oh. Er gebeurt hier iets. Ik hoor iets. Daar gebeurt iets. Kunnen we daarin? There are signs of Pokémon living in these small holes. Oh, het is een Onix hier weer. Het is een Onix nest. Ik denk dat we heel snel dit level naar level 2 moeten gaan brengen. Want dan gaat er volgens mij een hele hoop gebeuren. Dit is de beste Tepig foto ooit. Ah, deze Crustle foto heeft ook wel wat. Dan hier Swalot. Koffing is ook nieuw. Minior is niet nieuw en Lycanroc ook niet. Maar het is wel een leuke foto. Wie dus wel nieuw is, is Tepig. Heel cool. Ah, dit moet wel een goede score zijn, toch? Ja hoor, 4400. Helemaal top. Dan hier een Diglettje. En hier. Ja, een mooie scenery foto van Crustle. Mooie omgeving. Levert niet de maximale aantal punten op, maar ja. Dan hebben we hier Swalot. Het is ook niet... Ja, zijn hoofd is een beetje afgesneden. Alsnog, best wel veel puntjes. Deze Koffing is veel te ver weg. Maar hé, we hebben tenminste die Koffing op de foto. Oeh, een nieuw record voor een Lycanroc foto. Ja, deze is ook wel mooier hoor. Ik moet er 40.000 punten scoren. Oh, en ik moet er nu nog 8.000. Dus die ga ik even snel halen. En dan gaan we snel door naar level 2 hier in de Badlands. Was het deze Crustle die op die steen afrende trouwens? Kijk, nu kunnen we dat goed zien, want ik kan nu vanaf hier natuurlijk alvast de Christenbloem activeren. En dan kijken wat er gaat gebeuren. Oh, dus er is helemaal geen Pokémon die dat doet, joh. Oh, dat gebeurt gewoon omdat ik die Christenbloem gebruik. Oké. Okay. Ja, Torchic en Tepig gaan lekker een appeltje eten.
En dan hebben we die 8000 punten gescoord. En zitten we nu inderdaad op level 2. En dan ben ik natuurlijk knijter benieuwd. Gewoon wat er nu allemaal gaat gebeuren. Of misschien kunnen we wel nu 's nachts hier naartoe. Rita die zegt, hey, je weet wel dat gas wat je hebt gevonden in de Badlands. Dat groene gas. Dat is giftig gas. Toch, professor? En de professor zegt, ja, dat klopt. Binnen in de Nioh 1 ben je wel veilig, hoor. Maar het is wel heel giftig. En het is bizar om te bedenken dat Pokémon daar gewoon kunnen leven. Maar nu, ja, Rita die zegt het al, kunnen we daar 's nachts naartoe, hè? Ja, hoor. Dus we kunnen hier nu op level 2 naartoe, maar ook 's nachts. Dus dan gaan we sowieso even 's nachts checken. Laat even weten trouwens of ik ook nog een video moet maken waarin ik al die levels check op level 3. Want zelf ben ik daar wel benieuwd naar, maar ik ben benieuwd of jullie dat ook willen zien. Oh, wat zie ik achter mij? Ik zag achter mij gelijk wat. Oh, Tyrant. En voor me gebeurt ook van alles. Kijk, er is een meeting tussen Rockruff, Shinx, Tepig en Torchicky. Nou, dat is wel gezellig. Dat was wel gezellig. Wie zijn we daarboven? Mandibus, Vervillentjes. Oeh, daar hebben we een andere Lycanroc. Heel nice. Ik denk dat we die Tyranitar ook moeten activeren. Oh, wacht even. Kijk, ze zijn echt aan het wachten nu. Tot volgens mij tot dit naar beneden komt of zo. Kijk. Iedereen zit hier een beetje om die plas heen. Oh, maar er gebeurt niks nu. Hij gaat niet. Hij gaat niet naar beneden. You don't suppose Slurpee will make it enough to budge. Nee. Nee, klopt. Waarom? Oh, omdat die Mandibus er denk ik op zit. Die Mandibus die moet denk ik weg. Of misschien gaat hij helemaal niet. Nu. Wat is de truc om dit te fixen? Ik weet het niet. Oh, kijk. Er is hier iemand onder de grond of zo. Wat is dat? Er is een Pokémon die zit daar te chillen onder de grond. Oh, dat zijn Diglettjes natuurlijk. Uiteraard. Hoe krijg je die uit de grond dan? Niet door te scannen. En ook niet door muziek af te spelen. Hey, daar is een Scolipied. En nu kunnen we inderdaad weer daar hopelijk deze aanzetten. Ja? Maar er gebeurt niet echt iets met Scolipied. Er gebeurt eigenlijk met niemand iets. Nou, dan gaan we maar gewoon verder kijken in het giftige gedeelte. Daar ook een Scolipede. Koffing is ondertussen weg. Daar is ook nog een grot. En daar ligt een Rockruffje te slapen. No. En hier is Lycanrocky. Ga ik eventjes deze aanzetten. Oeh, dit is... Oh, wow, 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 wow. Check al die Swallows. En Rockruff die denkt... Ja, nee, nu moet ik wegwezen hier. Dit is niet veilig. Dit is niet normaal. Jeetje, wat een giftige beesten, jongen, die Swallows. Die komen gewoon in één keer allemaal uit dat gif, joh. Even een leuk fotootje maken van Rockruffy. Hey. Hey, ben je wakker? Die ziet er super suf uit. Scolipede is daarachter nog. Hier kan ik denk ik nog niet echt iets mee doen. Met dit deel. Yo, Kangaskhan. Kangaskhantje. Word maar wakker, jongen. What up, man? What up, Kangasbaas? Oeh, Lycanroc zitten daarachter te chillen. Kangaskhan rent weg. Die denkt, nee, ik wil niet meer op de foto. Oeh, deze grotten zien er nu echt heel vet uit. En die Shinx daar. Oeh, en Tepig. Ah, superleuk. Komen jullie nu allemaal één voor één hier uit de grotten. Torchic daar. Oh, dit is wel leuk. Dit is leuk. En dan komt Rockruff zeker ook nog, of niet? Of Rockruff die is lekker aan het slapen, hè? Nee, Rockruff komt niet meer. Oh, dit was grappig. Onix is nu aan het slapen en nu terroriseren al die vuurpokémon die grotjes. Nou, en dan komen ze ons daar nog even gewoon vaarwel zeggen, denk ik, met z'n drietjes. Heel leuk, jongens. Leuk dat jullie erbij waren. Doei jongens. Doei. Dag. Ik vind jullie echt heel leuk. Jullie zijn mijn nieuwe vrienden. Ik heb heel mijn fotorolletje gewoon volgeschoten, joh. Oeh ja, ik heb nu veel nieuwe foto's. Een Tyranitar op 1 ster, die had ik nog niet. Een Shinx op 4 sterren, die had ik ook nog niet. Nou, wat een leuke foto. Rockruff had ik überhaupt nog niet. Dan ga ik voor deze suffe foto. Tepig op 1 ster had ik nog niet. Dus dan doen we deze. Lycanroc hadden we wel. Vervillion hadden we ook. Crustle hadden we ook al. Scolipede hadden we nog niet. Pak maar de 2 sterren foto dan. En een Swallow op 3 sterren hadden we ook nog niet. Alleen deze maar op 3 sterren. Dat is de slechtste foto van allemaal. En Torchic op 2 sterren hadden we ook nog niet. Ik denk dat we nu al flink wat punten aan het scoren zijn. Kijk, 4000 punten voor Tyranitar. 4000 punten voor Shinx. En Shinx is compleet. Hey, nice. Dan Rockruffy. Ik denk niet dat deze heel veel punten oplevert, hoor. 2700 is inderdaad niet zoveel. Tepig, ook meer dan 4000 punten, is ook al bijna compleet nu. Lycanroc, nieuw record. Hoppakee. Vervillion.
geen nieuw record. Crustle, geen nieuw record. Scorlipede is een nieuwe Pokémon, maar helaas wel van de achterkant gefotografeerd. Oh, net geen Diamond. Swalot is ook geen Diamond. Nee, dat was ook niet zo'n mooie foto. Nieuw record voor Kangaskhan. En een leuke Torchic foto. Moeten 50.000 punten scoren. Hebben we die gehaald? Ah, ook weer net niet. Ik heb even wat extra foto's gemaakt. En ja, nu zijn we wel naar level 2. Dus we kunnen ook de nacht nu op level 2 gaan checken. Dus als je dat wil zien, doe het duimpje omhoog. En laat het weten in de comments, hè, jongens. Ik denk 1000 duimpjes omhoog dat we dan nog een nieuw Pokémon Snap video gaan maken of zo. Waarin we misschien nog wel meer epische Pokémon tegenkomen. Abonneer en dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!